Dat brengt ons dan bij de laatste vraag, eigenlijk. En zeker in het strafrecht, toch de belangrijkste vraag: van ja, wat voor straf wordt er dan opgelegd? Ik zei u net, zeker voor het jeugdige strafrecht geldt had of het jongere strafrecht. De straf staat dan in, voor een belangrijk deel in het teken van verbetering van de, de delinquent, zodat hij dan in de toekomst. Uh, van eventueel crimineel gedrag zal afzien. Dus verbeteringsgedachte speelt heden ten dagen binnen het strafrecht een grote rol. En de straffen zijn er ook op, uh, op afgestemd. Hoe was dat vroeger? Nou, vroeger, het zal u waarschijnlijk weinig verbazen. zeker als u wel eens een historische film heeft gezien. vroeger was het uh, strafrecht een stuk harder. Uh, vanuit hedendaags oogpunt bezien. Uh, met de verbetering van de dader. hield men zich niet bezig. Het was niet zo dat men iemand die een strafbaar feit had gepleegd. dat men die wilde verbeteren, tot betere inzichten wilde brengen. Dat speelde geen rol. Hè, uh, gevangenissen, die werden vroeger ook niet gebouwd. Er waren niet of nauwelijks gevangenissen. Omdat men. Ja, aan iemand die de maatschappij toch al had benadeeld, als iemand die de maatschappij toch al tot last was geweest en geld had gekost, ja, daar ging men zeker geen gebouw voor neerzetten, want dat kostte dan nog meer geld. Dan waren er toch wat goedkopere manieren om met zo'n delinquent af te rekenen. En het strafrecht van vroeger ja, was dus niet gericht op verbetering, dat was veel meer gericht op, in de eerste plaats, uitschakeling. Van degene die een uh, delict had gepleegd. Hè, op die manier voorkom je natuurlijk ook dat hij het nogmaals zal doen. En verder op afschrikking. Afschrikking van potentiële delinquenten. En om dat alles te, te bereiken, die, die uitschakeling en die afschrikking, kon de rechter zich bedienen toch van een ruim arsenaal aan straffen, waarbinnen de dood- en de lijfstraf. Een grote rol speelde. Er was vroeger een keur aan, waren er een keur aan. Uh, dood- en lijfstraffen. Uh, die dan ook in het uh, openbaar werden ten uitvoer gelegd. met veel uh, ja, show- en spektakel- en machtsvertoon. Ik heb een uh, afbeelding daarvan. Ik hoop ja, net nu gaan de zonneluifels omhoog. maar dat het toch enigszins uh, duidelijk is. Uh, wat u vroeger kon overkomen. Ik zal er, uh, ja het is een plaatje van ongeveer een houtgravure van ongeveer uh, omstreeks uh, ja, begin 16e eeuw. Uh, die u toch een indruk moet geven over de, de hardheid van het uh, vroegere strafrecht. Is het voor iedereen zichtbaar? Oké. Okay. Um, ja, u zult denken, ja, de hardheid van het vroegere strafrecht, ja, als je naar de gezichtsuitdrukking van die mensen kijkt, dan valt het allemaal nogal mee. He, de emoties spatten spat nou niet, uh, niet echt af. Je ziet dat hier bijvoorbeeld iemand geradbraakt wordt. Dat betekent dat hij met een wagenwiel al zijn, zijn beenderen worden gebroken. En de figuur in kwestie, die zie je eigenlijk een soort, ja, zo'n beetje om zich heen kijken van, uh, gewoon wat leuk, jullie ook hier. Terwijl hier zie je ja, dat iemand zijn hand wordt, uh, wordt afgekapt. En je ziet de persoon in kwestie dus met een zekere ja, interesse zie je ook kijken hoe dat gebeurt. Van, ja, goh, doen jullie dat zo? Dat, uh, dat doen jullie ook handig. Dus ja, hier ook, hier wordt iemand onthoofd. Het is, ja, die zit ook gewoon rustig glimlachend van, dan ben ik direct van een uh, flink aantal kopzorgen af. Dus ja, de, de emotie spat er niet echt van af. Ehm... Um, maar toch is het zo, ja, dit was dan het, het arsenaal aan dood en lijfstraffen die toch een belangrijke rol speelde in het, uh, in het oude strafrecht. En daar moeten twee kanttekeningen bij, bij plaatsen. De eerste kanttekening is van, ja, was het nou echt allemaal zo? Ging het nou echt allemaal op die toer van, oh, jij hebt iets misdaan, hup, je kop eraf? Nee, je vindt in vroeger tijd, vind je ook al een soort voorloper van wat wij heden ten dagen als de taakstraf kennen. De taakstraf, het verrichten van. van uh, arbeid. Uh, ten behoeve van de gemeenschap, onbetaalde arbeid. Namelijk in de vorm van de tuchthuisstraf. Die zo rond 1600 opkomt. Rond 1600 werden er in Nederland. tuchthuizen opgericht. En in die tuchthuizen, die waren vooral bedoeld. voor, uh, voor jongere delinquenten. Die zich hadden bezondigd aan uh, ja, lichtere delicten. die werden in het tuchthuis uh, opgesloten. En de bedoeling was dan dat zij daar uh, orde, en, en tucht, en discipline kregen bijgebracht. en dat ze dan vooral leerden hard te werken. Vanuit het inzicht dat als jij eenmaal hebt geleerd te werken. als dan je straftijd erop zit. en je keert terug in de maatschappij. dan blijf je daar wel op het goede pad omdat je immers hebt geleerd te werken. Ja, dan zul je niet opnieuw tot criminaliteit vervallen. Ik heb daar ook een klein plaatje van. Uit het rasphuis, het Amsterdamse rasphuis. Waar uh, ja, de veroordeelden de hele dag tropisch hardhout moesten raspen. En dit, uh, ja, de, de arbeidsvreugde springt niet echt van hun gezichten af. Maar dit werd dan geacht deze mensen tot, uh, tot één keer te brengen. En ze tevens te gewennen aan het uh, arbeidsproces. Een aardige bijkomstigheid was dat met de producten. die door dwangarbeid uh, werden verkregen. die werden verkocht. en op die manier kon zo'n tuchthuis. zichzelf in het eigen, eigen levensonderhoud voorzien. Zo'n instelling was dus volledig self-supporting. daar hoefde geen overheidsgeld bij. Dus hier zie je dus al toch al een begin van een wat andere wijze van denken over het uh, over het strafrecht. Uh, namelijk uh, dat je uh, iemand moet trachten toch te verbeteren. Uh, verder uh, een tweede kanttekening die je eigenlijk moet maken is dat uh, dit niet betekent. Overigens toen rond 1600 die tuchthuizen werden geïntroduceerd, dat toen ineens al die dood en die lijfstraffen werden afgeschaft, dat zeker niet. Die bleef ook in de praktijk gelden. Maar het was wel zo dat als je dan de 17e en de 18e eeuw beziet dat dan wel de rechter zich steeds terughoudender gaat opstellen. Om te beginnen wat betreft het opleggen van de doodstraf, heeft hij zich toch dat hij zich steeds terughoudender gaat opstellen en dat hij de doodstraf eigenlijk alleen nog oplegt bij de allerzwaarste delicten. En dan eh, bovendien, als die doodstraf wordt opgelegd. dat er dan in de regel wordt gekozen. toch voor een relatief humane wijze van executie. En meestal door middel van het zwaard. of door middel van de strop. Dus zo'n straf als radbraking. Hè, met zo'n wagenwiel dat dan al je beenderen kapot worden geslagen. Bijvoorbeeld in ons eigen Tilburg. De rechtbank van Tilburg. heeft in de 17e en 18e eeuw die straf één keer uitgesproken en in dat geval was degene de dader sloeg tijdig op de vlucht, dus toen kon hij nog niet ten uitvoer worden gelegd. Toen mochten ze een keer en toen ging het weer niet door. Dus de praktijk wordt in feite in de 17e en de 18e eeuw wel wat humaner, maar toch duurt het dan nog uiteindelijk zo tot de tweede helft van de 18e eeuw, het tijdvak van de verlichting. Van het rationele denken en dat alles rationeel moet zijn, dat de menselijke ratio, het verstand, dat dat de meetlat eh, wordt waarlangs men alles afmeet, dat dan toch pas rond de ja, tweede helft 18e eeuw dat men dan het strafrecht echt ingrijpend begint te humaniseren en dat dan al die brede dood- en lijfstraffen toch worden geacht in strijd te zijn. Met de menselijke ratio. Inhumaan, hè, letterlijk onmenselijk. En dan begint men zich tegen die dood- en die lijfstraffen te verzetten. En dan begint men te propageren de gevangenisstraf, zoals wij die heden ten dagen kennen. De gevangenisstraf waarin mensen liefst in afzonderlijke opsluiting hun uh, zonde kunnen overdenken. En dan als rationeel mens tot inkeer komen en het in het vervolg nalaten. Dus dat is een gedachte die zo pas zo tweede helft 18e eeuw opkomt. Dat wil niet zeggen dat dan meteen alle dood- en lijfstraffen uit het strafrecht verdwijnen en dat er overal gevangenissen worden gebouwd. Wil de doodstraf en de lijfstraf uiteindelijk volledig uit onze strafrecht zijn verdwenen, dan zit je in 1870 dan wordt de doodstraf afgeschaft. En alternatief is dan Gevangenisstraf. Eenzame opsluiting. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid, en we kunnen nu nog net even een blik werpen op de jongste rechtsgeschiedenis. Heeft er uiteindelijk toe geleid dat iedereen dus voortaan in cellen werd opgesloten, in afzondering om criminele infectie te voorkomen, maar dat spoedig de cellen overvol zaten. En toen begon men te experimenteren. Onder andere hier in ons eigen Tilburg, in onze penitentiaire inrichting. begon men te experimenteren met twee gevangenen op één cel. Omdat er gewoon te weinig cellen waren. Of te veel criminelen, zo u wil. En dat was een uitermate succesvol experiment. Twee gevangenen op één cel, daar was men zeer tevreden over. Er waren maar wat, wat kleinere klachten. En weet u welke klacht met name er dan was als je twee mensen. Op één cel opsluit. Denkt u? In Nederland? Enig idee? Je vond je celgenoot niet leuk. Ja, dat, dat kon voorkomen. Zeker als hij hier uh, onhygiënische of onzedelijke gedachten op nahield. Maar dat was toch niet het grootste, de grootste punt waarover werd geklaagd. Er werd vooral geklaagd over welk programma waar ze s'avonds naar op tv zouden kijken. He, omdat in Nederland uh, hebben gevangenen recht op een tv op hun cel. En dan wou de ene bijvoorbeeld naar CSI Miami kijken en de andere ja, naar opsporing verzocht. Uh, dat werd dan uiteindelijk toch wel weer opgelost omdat uh, beide gevangenen dan werd toegestaan om hun eigen tv voortaan op de kamer te hebben. Uh, intussen, als je kijkt naar hoe het uh, nu is, zie je dat er juist geen cellen tekort is, maar juist een cellen overschot. He, er zijn zoveel cellen vrij. Bijvoorbeeld de Tilburgse gevangenis die is helemaal leeg. En die wordt op dit moment verhuurd aan Belgische criminelen. Dat die daar gehuisvest kunnen worden. Zult u wellicht denken, goh, geen criminaliteit meer in Nederland. Of het dan sterk verminderde criminaliteit. Uh, dat is helaas uh, niet zo. Maar de rechter heeft heden ten dagen juist uh, bediend zich voor hoe, hoe meer van de taakstraf... om mensen buiten de gevangenis te houden. Want je kunt, om het even allemaal af te ronden voor deze les, je kunt als je de hele geschiedenis overziet, dan kun je toch stellen van ja, wat voor straf de mens ook ooit heeft uitgedacht om crimineel gedrag te bestrijden, of dat nou een harde straf was, of een wat milde straf, of dat nou was gericht op uitschakeling of verbetering, hè, of men nou dacht in termen van dood- en lijfstraf of gevangenisstraf. Er is nog nooit enige straf geweest die de criminaliteit heeft uh, teruggedrongen, laat staan, voorkomen. Ja, om het verhaal toch niet al te negatief te laten eindigen. Uh, elk uh, nadeel heeft zijn voordeel. Zoals uh, de grote Johan Cruijff, de goeroe van het groene gras, ooit heeft gezegd. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zolang er uh, criminaliteit is, uh, ja, heb je juristen nodig... En zolang je juristen nodig hebt, uh, is het uh, ja, toch wel een uh, goed vooruitzicht als u rechten gaat studeren. Dus ik uh, raad u aan dat ook te gaan doen. Dames nou, heren, dat uh, was het voor wat mij betreft. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Dank u.